ooit een keer van een chef geleerd. Als je knoflookjes snijdt, een beetje zout en peper op de plank. En dan pak dat direct erin. Huppakee, dat bakken we zo lekker mee. Een lekker bourgondisch maaltje. Voor mijn Groningse nieuwe best friends, zeg maar. Ah, kijk, daar gaat de bel. Daar komt toevallig net iemand aan. Nou, dat zal ik toch even open moeten doen. Wat een paardje. Dat heb ik dus weer net niet. Call the light? Ja, heb ik wel. Ja, moet je luisteren. Zo zit het natuurlijk wel in elkaar. Als je uit Brabant komt, dan moet je toch een aantal dingen gaan uitleggen. Lijst met mijn vrouw, die zit met de twee kleintjes in ons huis in Breda. Dus dan is het leuk om 's avonds na een lange dag van trainen en vergaderen enzovoort, om wat anders te doen. En dit is wel heel gezellig. Had ik het al gehad over een ratatouille? Nee. Hebben we ook nog. Met een beetje tomatensaus erin. Mis jij Breda wel eens? Ja, we hebben er ook voor gekozen om die kleine in Breda geboren te laten worden. Omdat we daar toch ietsje meer mee hebben dan met Groningen. Ik hou daar mijn huis natuurlijk al jarenlang aan, terwijl ik ergens anders op de wereld woon. Dus ja, ik vind het af en toe wel jammer dat ik er niet ben. Robert Maaskant blijft dan ook graag op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Zeker bij NAC, waar hij zelf trainer was. Het ontslag van John Karelsen bijvoorbeeld. John is denk ik echt het slachtoffer geworden van de hele situatie. Aan de andere kant, op het moment dat je hoofdtrainer wordt bij NAC, dan weet je dat dit kan gebeuren. En de NAC-supporters zijn altijd erg trots op hun helden. Maar ik heb dit scenario al een keer eerder gezien met Ton Lokhoff. Ik heb Pierre van Hooijdonk al een keer volledig afgebrand zien worden. Dus ook met een helden wordt gewoon keihard omgesprongen als het eventjes tegen zit. Het kan verkeren, want juist Pierre van Hooijdonk moet nu volgens sommigen zo snel mogelijk op de stoel van technisch directeur Jeffrey van As terechtkomen. Van As ligt onder vuur bij een deel van de NAC-aanhang. Ik heb natuurlijk met Jeffrey gewerkt. Jeffrey is is gevraagd om de club te redden. Dat heeft hij gedaan. Dat is niet zijn keus geweest. Dat heeft hij denk ik heel aardig gedaan. Hij heeft denk ik ook redelijke selecties weggezet met het budget wat hij had. Pierre ken ik natuurlijk ook goed, maar ja, dat weet ik gewoon simpelweg niet. Pierre is een jongen die gevoetbald heeft en heel even assistent geweest is ergens. Maar zijn capaciteiten als technisch directeur kan ik absoluut niet beoordelen. Ah! Ja, kun je even open doen? Maaskant was lange tijd de kroonprins onder de trainers. Maar de huidige keukenprins heeft het momenteel zelf moeilijk bij zijn club FC Groningen. De prestaties vallen wat tegen. Tuurlijk, er moet gepresteerd worden in het voetbalrijden. Elk bedrijf moet gepresteerd worden. En als de resultaten tegenvallen, nou, dan zou de druk wel hoger worden. En daar zou ook Robert last van hebben. Het antwoord ligt wellicht op het trainingsveld van FC Groningen. Bij Kees Kwakman, 2 jaar geleden onder Maaskant spelend voor NAC. Groningen is niet zo'n club die veel trainers verslijt. En... Niet zoals NAC Breda. Nee, niet zoals NAC, nee. Maar de trainer moet gewoon lekker de tijd krijgen. En dan blijft hij, die zit wat mij betreft in ieder geval. En ik denk ook dat alle spelers gewoon stevig in het zaal. Als je wakker moet liggen van de feit dat je onder druk staat bij een voetbalclub, dan kan je daar niet werken. Je moet altijd gewoon simpelweg blijven doen waar je in gelooft. Ja, hoe rond is dat? Nou. Ja, alsjeblieft. Is dit de laatste avondmaal of gaat hij redden tot de kerst? Tot de kerst redt hij wel. Natuurlijk gaat het redden.